Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. Een heerlijke yoghurtdressing gaan we maken. Welkom bij Kees aan de Kook. Oké, wat hebben we nodig voor dit heerlijke zomerse recept? 30 gram peterselie, een halve liter yoghurt, 125 gram extra virgin olijfolie, dus goede olijfolie van de eerste persing, 30 gram mosterd en zout. Eens even een kleine rectificatie tussendoor. Ik zei net 30 gram mosterd, maar het is 40 gram, excuses daarvoor, dus 40 gram mosterd. Okay, dan beginnen we met de peterselie te hakken. Deze dressing is heerlijk bij zalm, rode bietjes, appel kan het goed mee. Je kan het ook bijvoorbeeld op een broodje met benam en komkommer. Lekker deze dressing eroverheen. Dat zijn zomaar wat tips. We hakken de peterselie en dan kan je het natuurlijk zo fijn doen als dat je zelf wil. Ik zou hem persoonlijk niet te fijn doen. Als je wel een klein beetje de structuur van de peterselie houdt. Zo, wat mij betreft is dit prima zo. Goed, dan gaan we beginnen met de dressing te maken. Nou, het is heerlijke dressing, lekker fris. Het is niet al te moeilijk. Yoghurt in een bekken doen. De mosterd erbij. Zout erbij. Dat is natuurlijk naar behoefte, hè, de zout. Dan roeren we dit eerst even goed door elkaar. En dan gaan we de olijfolie toevoegen. Je ziet dat ik hem eigenlijk om even te gaan schiften. Even een voet hard doorroeren en dan kan het eigenlijk niet mis. En als laatste doen we de peterselie erbij. Even proeven. Lekker fris. Ik vind hem wel een klein beetje flauw, dus een klein beetje zout erbij. Heerlijke frisse yoghurtdressing. Dit was hem weer voor de maandagmiddag. Heerlijke frisse zomerse yoghurtdressing. Voor de rustige video even liken. En vergeet niet te abonneren, hè. Tot woensdag.